Effe Online. Hallo, je kijkt naar Effe Online en welkom bij de Effe Doen Challenge. Wij gaan samen de challenge van augustus aanpakken. En als je denkt aan augustus, dan denk je aan het einde van de zomervakantie en alweer het begin van het nieuwe schooljaar. Wij zorgen er samen voor dat jij bepakt en bezakt met een nieuwe look iedereen versteld kan laten staan. Aan het einde van augustus gaan we allemaal weer naar school toe. Daarvoor wil je natuurlijk wel een grote entree maken. Maar hoe zorg je ervoor dat je jezelf kan pimpen tot misschien wel totaal iemand anders? Daarvoor hebben we make-up artiest Jos uitgenodigd in de studio. Welkom Jos! Hoi Anne, super vet dat ik hier mag zijn. Ja, want jij weet hoe je een totaal nieuwe look kan creëren, toch? Klopt. Ik vind make-up vind ik een kunstvorm. En waarmee je jezelf gewoon compleet kunt veranderen en kunt experimenteren op je eigen gezicht. Je kan het lekker thuis doen en je kan ook met het resultaat naar school gaan of op straat rondlopen. Wow, wat cool! En wat vind je nou het leukste aan make-uppen of transformeren tot iemand anders? Het leukste vind ik dat je echt je hele uiterlijk compleet kunt veranderen. En dat mensen je misschien niet eens meer herkennen. En dat vind ik het leukste eraan, dat je je botstructuur ogenschijnlijk anders kunt laten lijken en zo. Let's do it. Even doen. Doe nou even. Oké, Jos, vertel. Wat voor look heb je bij mij in gedachten? Ik kijk altijd eerst eventjes naar wie ik voor me heb. Ik vind het belangrijk dat iemands persoonlijkheid er terugkomt in de make-up die ik aanbreng. Ik vraag dan bijvoorbeeld wat iemands favoriete band is of misschien heb je een favoriet model. Jouw favoriete band? Ik had iets gehoord over die antwoord, toch? Ja, klopt inderdaad. En hoe meer glitters, hoe beter. Nou, dat gaat wel goed komen. Ik verklap nog niet alles, maar je zult gaandeweg wel voelen wat er gebeurt op je gezicht. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, nou, ik heb maar eventjes een oude trui aangedaan om mijn jurk te beschermen. Jos, wat gaan we doen? We gaan beginnen met jouw haar uit je gezicht te halen straks, want anders zit dat ook helemaal in je make-up. Dan beginnen we met jouw wenkbrauwen weg te werken, want ik wil graag een hogere wenkbrauw opzetten. Vervolgens gaan we jouw foundation helemaal doen. Echt een mooi wit canvas maken van je gezicht. En dan ga ik het helemaal intekenen. Dus ik begin bij de wenkbrauwen, werk naar beneden naar de ogen. Dan ga ik je lippen doen en dan als finishing touch doe ik nog wat contouren en grote wimpers op. Mm. En eventueel nog een paar steentjes om de boel te versieren. Nou, dit klinkt nu al heel erg goed. Laten we snel beginnen. Yes. We zijn klaar! Ja! Dit is het geworden! Hanne heeft het nog niet gezien, maar ik wilde nog wel even zeggen dat dit is de glamorous look waar we vanuit zijn gegaan. Maar je kan er altijd nog een extra driedimensionaliteit aan toevoegen door leuke steentjes of 3D-objectjes erbij te plakken. Dan krijg je altijd nog mooi. Even wat meer een relief of waar je ook maar voor wilt gaan. Ben je er klaar voor? Waar zou je die dan opplakken bijvoorbeeld? Boven hier zo? Of? Nou, je kan ze bijvoorbeeld boven je wenkbrauw doen. Ja. Of in je haargrens. Of een mooie eentje zo onder je oog. Of in je ooghoeken. Of van alles nog. Of net als we met jouw glitters hebben gedaan. Oh. Je kan ook je hele lippen vol plakken. Oh, leuk. Oké, Jos, ik ben er klaar voor. Ja. Ja. Dan leg ik deze weg. Ben je er klaar voor, Hanne? Ja. Komt-ie! Wow! Oh, ik ben net een sprookjesprinses of zo. Ja. Wat cool. Oh, die wenkbrauwen ook. Oh, wat mooi.
Oh, Jos, je hebt er echt een kunstwerk van gemaakt. Yay! Heel mooi. Oh, ik wil het er eigenlijk niet meer van afhalen nu. Ik wil het voor altijd. Hoeft ook niet, hoeft ook niet. Heel voorzichtig slapen. Oh, zo mooi. Zou je ook met zo'n look naar buiten gaan en dan over straat lopen? Jij? Ik wel. Okay. Maar niet iedereen durft dat natuurlijk. Maar je kan het dus ook gewoon thuis doen. Oh, leuk. En dan voor de spiegel en dan muziekje aan. Dansen. Oh, ik vind het echt fantastisch. Dankjewel. Nou, Jos, ik ben gewoon helemaal ready voor het nieuwe schooljaar. Vind ik ook. Ja. En heb je nou thuis ook zo'n mooie creatie gemaakt van je gezicht? Maak je dan een foto van en stuur hem op naar productie@forum.nl. Dan maak je ook gelijk kans op de Forum Goodiebag. En dat wil je. Oké, nou, dit was alweer de laatste aflevering van het seizoen. Jos, heel erg bedankt dat je deze met me samen wilde doen. En tot de volgende keer. Even online.